nieuwe video. Ik ga jullie meenemen met een pashokje shoplog. Ik ga namelijk naar Enschede. Dat ik nu deze intro film is eigenlijk al een dag later. Ik heb gisteren deze video opgenomen, maar gisteren toen moest ik heel vroeg naar school. En toen ben ik uit school de stad in gegaan en ik zit op school in Enschede. En daar ben ik naar de Zara en naar de Primark geweest. Maar omdat het nog zo vroeg was, dacht ik oké, ik maak wel een intro voor deze video morgen. Want dan ben ik vrij. Dus bij deze. Heel veel plezier met kijken. Ik ga namelijk dus naar de Zara en naar de Primark. Kijken wat er nieuw is in de collectie qua herfstcollectie en wintercollectie. Want dat moet nu ongeveer wel een beetje in de winkels liggen. En dus kijken naar herfstitems. Als in winterjassen, truien, vesten, noem het allemaal maar op. Dus ja, heel veel plezier met kijken. Oké, ik ben nu in het pashokje van de Primark. En ik heb net ook wat gefilmd. Oh, ik heb een lamme arm. In de winkel. Dus die beelden laat ik nu wel even zien. Jammer genoeg passen deze sloffen niet. Het waren alleen maatje 36 en ik heb 39,40. Dus dat past ik niet in. Ik vind ze zo leuk. Maar goed, ik kon ze wel in het roze doen, maar die vond ik wat minder leuk. Maar ik heb hier nog wat kleding. Dus dat ga ik nu passen. Maar jullie gaan eerst even kijken naar de beelden die ik heb geschoten in de winkel zelf. Cozy sloffen ever. Ik ben nu bij de home decoratie en het is echt vet leuk om hier bij de Primark eens te gaan kijken. Want ik zie echt wel hele leuke dingen. Het is ook wel leuk. Misschien zijn er nog leuke kaarsen. Okay, ik heb 5 items en zoals je kan zien is het eigenlijk allemaal een beetje dezelfde kleur. Of wit of zwart. Ik kon niet heel veel leuke dingen vinden, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben al een tijdje niet in de Primark geweest, dus ik ben ook benieuwd hoe het allemaal valt. Dus laten we het zien. Dan heb ik dit aangetrokken. Ik dacht dat het leuker was. Het truitje heb ik in een maatje XS. Ja, en die kost 13 euro. Maar deze blazer, die zit hier... niet mooi. Ik weet niet of dat te zien is. Het is best wel een beetje slecht licht. Die blazer kost 22 en die heb ik in een maatje M. Maar hij zit hier een beetje te trekken. Dus ik vind het niet heel mooi. En deze legging, die is wel heel chill. Die is ook heel stretch. Ja, en met een grote trui of zo erover is dat altijd handig om te hebben, zo'n leren legging. En die kost 9 euro en die heb ik in een S. Dus die is wel heel chill. Maar daar moet je wel echt iets langs overheen doen, anders is het niet heel mooi. Nou ja, dit wordt hem niet. Deze los vind ik ook niet zo leuk, want hij zit een beetje los. En dit is al een XS. En deze vind ik op zich wel leuk, maar dan moet ik wel echt een grote trui eroverheen doen. Dus ik ga deze even passen, want dit is echt zo'n grote trui. Misschien staat er wel leuk overheen en dan... Wow, hoe heb ik mijn camera vast? En dan met leuke laarsjes onder. Kijk, dit is het truitje los. Dan heeft hij een beetje een kom. Maar het is zeg maar net niet los genoeg en net niet strak genoeg. Dus één van de twee had het moeten zijn. Het is nu gewoon niet zo mooi of zo, vind ik. Maar zo heel zacht. Dus nou ja, deze ga ik sowieso niet meenemen. Maar zoiets boven zo'n legging vind ik wel heel leuk. Dus op naar de volgende trui. Oké, deze trui, die heb ik in een maatje S. En die kost 17 euro. En die ziet er wel leuk uit, dus ik ben heel erg benieuwd. Er zit ook een capuchon aan. Dat vind ik zelf wat minder, maar we gaan het zien. Oké, ik heb hem aan en voor chillen of zo is het echt
mega lekker. Hij is ook wel groot. Maar hij had voor mij net wat langer gemogen. Want hij komt nu net eroverheen. Maar het is wel vet als hij net wat oversized is. Dus dan zou ik gewoon een maatje groter moeten pakken. Wel is het echt zo'n zweetstofje. Dus dat is wat minder. Maar dan met van die laarsjes eronder. Misschien deze die ik al aan heb. Is dat wel heel grappig. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik weet het niet. Ik zou het dan ook alleen dragen op zo'n leren legging. Want op een spijkerbroek of zo zou ik het niet dragen. Ik denk niet dat ik hem doe. Maar hij had potentie. Dan heb ik dit truitje aan. En dit is een maatje XS. En die kost... Hoe duur was hij nou? Shit. 12. Thuis heb ik ook al zo'n truitje van Naked. Maar dan is die kwaliteit gewoon wat beter. Dus ja, ik vind dit wel heel leuk. Ook met dat kraagje. Dat zie je sowieso heel veel nu. Maar... Nee. Deze laat ik ook liggen. Jammer. Dan gaan we nu naar de Zara. Oeh, deze is mooi. Oké, oh, mijn ring. Oké, ik ben er. Ik heb zoveel gepakt. Maar ook echt veel. Mijn hele arm doet gewoon pijn. Het was echt heel veel. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Echt hele leuke dingen. Ook heel veel niet meer in mijn maat. Ik zag ook een hele mooie kaki groene blazer. Een beetje in de kleur van dit. Nee, dit is trouwens wel heel anders. Nou, in ieder geval echt een hele mooie groene kleur blazer. Maar het was alleen nog maar een XL volgens mij. Dus ja, dan gaat het al niet door. Dus ik ga het snel aantrekken. Ik heb dus heel veel truien en vesten gepakt. Maar ik heb even twee basics. Oh mijn god. Twee basics gepakt. Een zwarte legging en een zwart topje. Want ik heb natuurlijk een jurk aan. En als ik dan een vest ga uitproberen, ja, dat ziet er niet uit. Dus dit trek ik nu even aan voor... Ja, anders dan kan ik er niet passen. En dan gaan we de rest laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, het eerste wat ik aantrek. Het is trouwens een zo'n topje die 4 euro is, die iedereen heeft. In een maatje L. Perfecte basic. Ik heb hem thuis al. En dus die legging, maar die zit echt veel te klein. Ik krijg die rits niet eens dicht. Maar ja, maar het echte item waar ik dus echt oprecht geïnteresseerd in ben, is dus dit. Deze mega, mega vest. Oh mijn god, ik ben echt verliefd. Hij is 50 euro, ik heb hem in een maatje S. Maar hij is wel echt mega lang. Hij komt echt tot je enkel. Maar hoe cozy is deze trui of vest? Hij is dus lichtroze. Ik weet niet of dat op beeld een beetje te zien is. Dus echt een beetje dat lichtroze, babyroze. En dan heeft hij hier van die grote zakken. Ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Maar dan vraag ik mezelf af, ga ik dit dragen voor 50 euro? Ik vind hem wel echt geweldig. Dus ja, dat is outfitje 1. Ik ga door naar het andere vestje. Maar ik vind deze echt heel leuk. Maar ik twijfel nog wel. Omdat ik gewoon echt heel veel kleding heb thuis al. En dan denk ik, ja, 50 euro voor weer een vest. Kijk, zo is het ook echt leuk om te dragen. Een beetje zo. I love it. De artikelcode van deze roze vest is dit. Dus maak even een screenshot. Dan kun je hem zelf ook opzoeken op de website. Dan deze vest. En deze vind ik ook echt geweldig. Oh mijn god, het gaat zo lastig worden qua kiezen. Maar dit is dus zo'n lichtgele wrap vest. Echt zo'n heel dik kwaliteitje. Ik heb hem ook in een maatje S. En hij kost 50 euro. Maar hij is dus wat langer. Dat vind ik wel heel leuk. En hij is dus lichtgeel, een beetje pastelgeel. En je kan hem dus zo dicht doen. Beetje zo. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon zo dragen. Je kan hem ook los doen. Dan heb je wel van die touwtjes. Die kun je er niet afhalen. Maar ik vind dat dus zo wel leuk, hoe ik het net had. Oh, ik kan echt niet kiezen. Shit. Ik ga de artikelcodes laten zien van elke item. En dan kan ik ook, als ik thuis ben en ik twijfel, kan ik hem altijd zelf nog nabestellen. Dus mocht jij het leuk vinden, kun je hem zelf ook bestellen. Lastig. Dan heb ik deze dit leren jasje aan in een beige. Ik vind deze ook echt helemaal leuk. Er was alleen nog maar een L of XL en normaal heb ik een S. Dus ik heb nu een L aan, omdat er niks anders was. Maar ik vind het helemaal niet erg of zo. Het is niet dat ik denk, wow, hij is heel groot. Ik vind hem juist wel heel mooi zo. Dan heeft hij hier van die gespen. Hier ook. Nou ja, je kan hem ook makkelijk dicht doen met een trui er nog onder. Maar heb ik het nodig? Ik heb zoveel jassen thuis.
Hij is wel leuk. Ja, dit is wel weer zo'n perfecte tussenjas. Ook deze vind ik weer helemaal leuk. Nou, echt toevallig. Ik vind alles leuk. Terwijl dat heb ik echt niet snel. Maar dit is dus zo'n hele mega cardigan. Hij valt ook lekker oversized, zoals je kan zien. Ik draag altijd een S. Dit is ook een S. En hij is lekker groot. Dat vind ik zelf wel echt geweldig met dit soort vestjes. Je ziet ook heel mooi die bruine knopen. Ik draag hem dan nu een beetje zo over mijn schouder. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon lekker zo dragen. Ik vind het zelf zo wel heel leuk. Dus ja, ook deze vind ik leuk. Deze is €40. Maar ik moet zeggen dat ik al heel veel cardigans thuis heb. Van die vestjes. Maar ja, dit is wel een heel mooi kleurtje. Een beetje off-white grijzig. Echt wel heel mooi. Hij is lekker zacht. En het is ook wel leuk als je een beetje omvouwt. Nou ja, dat kan ik nu niet echt met één hand doen. Maar als je een beetje die mouwtjes zo omvouwt. Vind ik ook wel heel leuk. Dus dat is deze. Dan heb ik deze blouse aan. Deze is €20. Heb ik in een maatje XS aan. Maar het is zo'n leuke grote jurk blouse, zeg maar. Die split zit best hoog. Dus S'je had prima gekund. Maar ja, ik vind dit dus echt mega leuk. En dan met zo'n leren jasje erover. Maar dan met, of zonder mouwen. Dus zo'n leren giletje. Heel leuk. Ik heb thuis zo'n spijkergiletje. Ik denk dat dat ook mega leuk is voor de overheen. En dan Dr. Martens eronder. Dus ja, heel leuk. Of een vet grote bodywarmer is denk ik ook wel heel vet bij zo'n jurkje. Maar nou heb ik geen leren giletje. Dus als ik die had, ja, dan was het wel echt heel leuk geweest. Zo met die laarsjes eronder. Deze is €20 trouwens. Heb ik dat gezegd? Weet ik niet. In ieder geval deze. Dan heb ik nog deze beige wikkelvest. Dit is gewoon zo'n wikkelvestje wat ja, je heel veel hebt gezien natuurlijk. Maar dan in een beige. Ook wel heel leuk. Deze is €40 en heb ik in een maatje S. Dit is ook echt perfect boven een spijkerbroek of zo. Is het gewoon altijd goed. Het is gewoon een mooi kleurtje. Heel leuk. Oh, dit wordt nog wel echt een struggle wat ik ga halen helemaal niet. Ik vind deze echt leuk, maar dan wil ik al gelijk een zwart giletje erbij. Die wikkelvest vind ik leuk. Nou, eigenlijk vind ik alles leuk. Die jas, deze vind ik ook echt geweldig. En deze vind ik ook heel leuk. Maar ja, deze is dan lang en deze is kort. Dus dan mag ik er maar één van mezelf, want anders lijkt het te veel op elkaar. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Oké, ik heb uiteindelijk maar één ding bij de Zara gehaald. En ja, gisteren toen ik deze video dus opnam, wat jullie net allemaal hebben gezien, die beelden, was het dus echt super warm. Het was 27 graden. Dus ik ging herfst shoppen met 27 graden. Het is opeens een late zomer of zo voor 2 dagen of 3 dagen. Daarna slaat het weer ook weer helemaal om. Dus je weet nooit wat je te wachten staat. Maar ik heb echt iets leuks gehad bij de Zara. En dat is dus deze roze vest die je al hebt kunnen zien. Ik ben echt verliefd op deze vest. Het is echt mega zacht en stretchy. En echt zo'n lekkere, dikke vest. Ik vind het dan leuk om deze mouwen een beetje om te rollen. Een beetje zo. En het is gewoon echt een mega lange vest. Met zakjes, zoals jullie hebben gezien. Uiteindelijk heb ik dus alleen deze gehaald. En ik heb met mezelf afgesproken dat mocht ik nog echt... Want ik ga namelijk volgende week mijn kledingkast opruimen. En die video ga ik ook filmen. Dus dat komt nog op mijn kanaal. Maar dan ga ik dus mijn winter- en herfstkleding in de kast leggen. En alles opruimen, dingen wegdoen. Dus de zomerkleding gaat uit mijn kast. En toen dacht ik, oké, ik wacht nog even dat allemaal af. Want wie weet kom ik nog allemaal pareltjes tegen van vorig jaar of het jaar daarvoor. Die ik gewoon vergeten ben. Dus voor ik allemaal miljoenen vesten en truien ga halen, wacht ik nog even af wat ik eigenlijk zelf nog heb. Dus vandaar dat ik dat nog even afwacht. Zo, hoe vaak kun je afwachten zeggen. En mocht ik dan nog steeds verliefd zijn op de items van de Zara of van de Primark, dan kan ik altijd nog deze video terugkijken. Want ik heb de artikelcodes laten zien. Dus dan ga ik hem gewoon nog nabestellen. Dus dat wacht ik nog even af. Maar deze kon ik niet laten liggen. Want dit item, dat schreeuwt gewoon floor. Cozy, roze, zacht. Heerlijk.
Wellicht ga ik nog naar andere winkels binnenkort, omdat ik dus mijn kledingkast ga opruimen. En er misschien achter komt dat ik nog dingen mis voor deze herfst of winter. Maar dan neem ik jullie dan ook gewoon gezellig mee. En dan doe ik gewoon nog een pashokje shoplog. Dus laat zeker weten als je dit vaker wilt zien. En zo ja, van welke winkel zou je het willen zien. En ja, dan was dit alweer de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je gaat abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door de rode button hieronder in de video aan te klikken. En het is heel gratis, dus daar maak ik me echt super blij mee. En wellicht tot een volgende video. Doei doei!